Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. 18 februari 1917. Beste Henri, in hartelijke dank heb ik u een brief met de 20 franken ontvangen. O Henri, daarmede betoont gij nogmaals uw goed hart. Dat klopt van liefde voor uw Vlaamse volk, dat gij ook wilt helpen opbeuren en verzedelijken. Ik zal mijn beste doen het bladje zo prachtig mogelijk te maken. Ik zal er al mijn beste krachten aan besteden om ons landegemse jongens op de goede weg te houden, om hun standbewustzijn herop te wekken en in hun harten die liefde te doen vlammen voor ons Vlaanderen, voor ons moedertalen, voor onze eigen zeden. Mocht God mij steunen en ons werk zegenen. Ik ontving nog niets van thuis, toch geen moed verloren. Door het leven gestapt met mannelijke fierheid, toch ten hemel gericht. Ik zend u zo gauw ons eerste nummer van Alles is afgemaakt. Hartelijk dank nogmaals, Henri, we zullen er u allen onze beste genegenheid voor betuigen. Ik moet eindigen. We moeten in de rangen om vaderlandenkunst te gaan vullen. Het zal geen lolleken zijn ditmaal. Tot later, hè, Henri. Mijn hartelijkste groeten en warme handdruk. Uw trouwe vriend Renaat de Rudder.